Ik ben Hans de Rijk en ik heb Anton Coeter ongeveer 60 jaar geleden leren kennen. En ik heb verschillende keren in Biberach gelogeerd bij de familie Coeter. Dus het is heel lang geleden, want ik ben nu 91. En ik heb nog altijd de prettigste herinneringen aan die tijd. Het was voor mij avontuurlijk om iemand te leren kennen die zo goed thuis was in het berekenen van astronomische kijkers en die bovendien een heel nieuw type had uitgevonden, wat mij een beetje vreemd voorkwam. Hij heeft het zelf Schiefspiegler genoemd, scheefspiegel. Spiegeler, spiegelaar. En dat heeft zulke wonderlijke eigenschappen dat eerst gelooft iemand het niet, dat je met zoiets iets bijzonders hebt. En als ze dan door zo'n kijker kijken, die we tegenwoordig Coeter-telescoop noemen, dan zijn ze verrast. Bijna de afwezigheid van elk mogelijk optisch foutje. En dan met twee spiegeltjes, die bovendien weinig gevoelig zijn voor bepaalde afwijkingen. Al zijn ze nog niet 100% van wat je zou mogen verwachten van hun vorm, dan geven ze toch al meer bijvoorbeeld dan dat je door een lenzenkijker kijkt, een goed gecorrigeerde lenzenkijker. Wat moet ik nog niet?